Alles uit een etiket. Op de verpakking van producten staan een heleboel teksten, tabellen en logo's. Dit noemen we het etiket. Maar wat heb je aan al deze informatie? Een heleboel, als je weet hoe je het etiket leest, kies je makkelijker voor gezonde, veilige en duurzame boodschappen. Een etiket lezen is handig als je wilt weten of het gezond is, of als je een allergie hebt, of je het product kunt eten, of misschien wil je het product wel vergelijken. Wapen jezelf tegen verkooptrucjes. Als je weet waar je op moet letten, kennen voedingsmiddelen geen geheimen meer. Je weet dan wat erin zit en wat waar is van de kreten die op de verpakking staan. Fris uitziende verpakkingen en mooie praatjes maken een product aantrekkelijk, waardoor het beter verkoopt. Maar ze kunnen je wel op het verkeerde been zetten. Laat je niet foppen en wapen jezelf tegen de trucjes op de verpakking. Mooie kreten, fris uitziende verpakkingen en mooie praatjes. Ze verkopen gewoon beter. Fabrikanten zetten deze middelen dan ook graag in. Maar ze zetten jou als consument daarmee wel op het verkeerde been. Wat je ziet en leest op de verp verpakking hoeft niet altijd te kloppen. Door de verkooptrucs te herkennen kun je betere keuzes maken. Wat zegt de wet daar nou van? Wat er precies op het etiket moet staan en hoe, is vastgelegd in de Europese wet voedselinformatie en in de Nederlandse Warenwet. Ook producten die je online koopt, moeten voldoen aan deze wetten. Je moet de etiketinformatie kunnen terugvinden. Alleen als de winkelier zelf een zakje om een niet verpakt product doet, zoals versgesneden kaas, hoeft hij er geen informatie op te zetten. Vruchtenyoghurt. Die ziet er heerlijk uit. En deze verse vruchtensap moet gezond zijn. Oh, en dit? Natuurlijke suikers. Klinkt bewust, toch? Als je gezonder wilt eten, kun je maar beter opletten wat je koopt. Volgens de voorkant van de verpakking lijkt het een gezonde keuze. De achterkant zegt vaak iets totaal anders. Maar hoe weet je nou wat de betere keuze is? Met drie simpele stappen weet je precies welk product je beter kan kiezen en welke je lekker links moet laten liggen. Gewoon pakken, draaien en kiezen. Pak twee vergelijkbare producten, zoals bijvoorbeeld twee soorten muesli. Draai ze om en kijk naar de hoeveelheid suiker die erin zit. Ja, daar zo, onder koolhydraten. Kies het product met het minste suiker. Nu is het ineens een stuk makkelijker om slim te kiezen. Vergelijk ook eens magere vruchtenyoghurt met magere yoghurt. Dat scheelt een berg. Kan je er beter zelf wat fruit aan toevoegen? En als je ziet hoeveel suiker er in vruchtensap zit, wil je liever een glaasje water. Ja, zo zie je. Met een kleine stap een gezondere keuze. Doe het de volgende keer ook. Pak, draai en. Hup. Je kunt bijna starten met de boodschappen, maar ga eerst nog even door naar de volgende module. Daar vertel ik je over broodvervangers.